Want we hebben hier een hartstikke mooi zwembad en we zitten mooi centraal en er wordt veel gebruik van gemaakt. Gewoon zonde als het gaat sluiten. Het zwemmen hier aan jaren, volle plezier. Ik krijg hele goede trainingen. En voor lichaam en geest is het heel, heel goed. Maar jouw kinderen zijn toch ook gewoon in Snitsta? Ja, maar dan moeten we dat volgen. Ik wil één ding de gemeente hier van Zuidwest-Friesland Marjan. Dat ze een keer leren eerlijk te delen. Snits eigent zich in mijn beleving alles daar. In de gemeente lizen fjouwer zwembaden. Twa matten ook dicht, want er is net genoeg subsidie op meer. Om sluiting in Bolsertvat te komen begon een tal zwemmers de stichting Ons Zwembad. En ze hebben een plan betocht om maar minder geld het zwembad draaiende te houden. Dat betekent dat naast iedere professionele kracht hier onder het bad zit een vrijwilliger komt. Die dan wel de kassa doet, die de koffie skinkt of die mooi tas jocht op het zwemwetter. En door die besparing kunnen wij een hele hoop kosten naar beneden halen. We hebben een besparing realiseren van 60% van het jaarduistige budget. De stichting hoopt dat dat de rieën uitzoegt om het zwembad toch subsidie te gaan. Zonder subsidie dan rijden wij het net op. Dan gaan wij hartstikke dicht. En ja, dat zal dan het gevolg wezen als de gemeente hier besluit van waardoor dan 0 euro bij. De gemeente wil de Joert nog niet toezezen. Dat willen ze pas nadat er Joen op praat is in de Rietscommissie in Drieltsch.